Maar nee. Denk je dat ik met jou wil douchen? Even serieus, kijk naar jezelf. Denk je dat ik met jou wil douchen? Maar waarom maak je dan zo'n opmerking naar mij? Wat is dat mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer terug met Good Luck Guys. Aflevering 3 alweer. Heb je de vorige afleveringen niet gezien? Ga die eerst even checken. Ik kan trouwens ook zelf gewoon checken op Amazon Prime. Nieuwe aflevering elke vrijdag. Maar wij waren vorige keer dus geëindigd bij een kapot spannend stuk. Team Ziggy en Faisal gaan namelijk strijden tegen Team Quinn en Team Mom. En de verliezer daarvan gaat naar huis. Dus joh, we gaan gewoon gelijk beginnen. Orks in en let's go. Ik heb kort geslapen voor mijn gevoel. Hoeft hè? Ja. Ja, vandaag is een hele belangrijke dag en het wordt hoe dan ook echt super spannend. Alles bepalend, denk ik. We gaan gewoon strijden vandaag. Ja, komt goed. Ik ben niet van plan om te verliezen van Ziggy en Faisal. Ik zeg je eerlijk, ik heb een gevoel dat ze wel gaan verliezen. Ik weet niet hoe, maar Ziggy en Faisal weten me elke keer toch te verrassen. Het zou zo zonde zijn als wij er nu uitgaan. Echt spannend hoor. Ik ben hier sowieso gekomen om te winnen. Ik ben hier niet naartoe gekomen om te verliezen, want dat zou wel een beetje vreemd zijn. Maar ik word heel zenuwachtig van dit soort dingen. De sfeer was om te spannen gisteren. Ja, heel spannend. Nadat we terugkwamen, toen was er wel een beetje een kleine spanning. Want we waren 3 stemmen blauw. Dus ze vroegen zich wel af wie die derde was, zeg maar. Ja. Nou, wie was dat? Ondertussen zijn er wel hoofdverdachten wat betreft het stemmen op blauw. Ja. En er wordt heel veel gekeken in de hoek van Faisal, Ziggy. En ook een beetje naar hier. Ook een beetje naar Morena. Ja, een beetje naar Morena. Ja. Maar ja, misschien dat we erachter komen wie dat is. Je speelt zo dom, hè? Ja, ja, ja. Blijf maar gewoon liegen. Ik stond er echt zo naast. Dus er ging echt hoffelijk veel gevoelens door me heen. En ik denk, oh, je moet zweten, snap je? Haar eigen teamgenoot weet inderdaad ook gewoon helemaal van niks. Misschien beter, anders moet hij ook nog eens gaan liegen. Zielige Rico. Alles wat er momenteel speelt in het kamp heeft een duidelijke uitwerking op de stoelgang van Faisal. Ik ben nog steeds niet... gaan poepen. Ik word sowieso heel snel zenuwachtig. Als ik naar de tandarts ga, moet ik poepen. Als ik moet optreden, ga ik poepen. Als ik een YouTube-video opneem, moet ik poepen. En ik ben bang dat ik straks over Timon en Quinn heen scheid tijdens die opdracht of zo. Ja, zou wel een interessante plot twist zijn. Zeg maar, dit is toch niet normaal? Nee, maar even, hè. Als deze guy gaat douchen, moet er iemand meekomen. Als deze guy gaat kakken, moet er iemand meekomen. Ik zou persoonlijk niet willen dat iemand buiten mijn hokje loopt te wachten terwijl ik zit te kakken. Nee, ik ga er echt niet door, Siri. Oh, gadver, die is wel echt nasty. Sorry. Ik ga hem daar poepen. Ik ga dit echt niet doen, hoor. Waar ga je dan poepen? Ik hoef niet meer. Hij bewaart de poep van Quinn en Timon. Maar jij was er dus 100% niet die op live gestemd. Nee. Oké, maar wie denk jij dan dat het was? Schat, ik weet echt niet. Ja, het is of jij, of ik, of Siri. We hebben die gedaan. Oeh, I'm smelling a lying asshole, baby. It's a lying asshole today. Ja, dat heb je goed geroken. Ik heb op geel gestemd. En ik heb zelfs mijn excuus op aangeboden dat ik hem had gestemd. Vraag maar zelf aan hem. Ja, echt? Nee, je mag echt niet liegen van Allah. Nee, als je liegt, dan bega je zeg maar zonde. Maar je liegt keihard! Wat is dat? Ik zie oprecht denk ik niet iemand zoveel liegen als Morena. We gaan bidden, denk ik. Ja? Ja. Ik dacht gewoon, als ik ga bidden, dan is het van mijn schouder af. Dus ik was voodoo aan het doen. Dat is zeg maar, dat is een wassing voordat je gaat bidden. Huh? Oké, laten we liegen wat de zonde is en daarna bidden om ons schoon te wassen. Maar laten we daarna gewoon verder liegen. Huh? Daar gaat al dat water. De knop van kapot. Oh mijn god. Ze krijgt hem niet uit. No way! Het is kapot! Oh mijn god! En ze heeft nodig is al het water voor iedereen verspild. Hey, kijk, heel die knop is eraf. Ja, dat zeg ik toch! Dus Morena besluit om eindelijk naar 10 dagen haar poenie te wassen en ze draait de knop eraf. Quinten! Kom hè? Niemand van deze guys gaat die knop kunnen fixen. Ik ben zeg maar zonde begaan, omdat ik heb gelogen over het feit dat ik niet had gestemd op Harry. En vervolgens gaat die douche ineens kapot. Ja, dat was echt heel bizar. Is die leeg? Ja. Zie op. Ja, hij staat nu gewoon aan, hè? Ja. Het is dag 4, we hebben geen water. Uiteindelijk is Faisal nog het slimst geweest. Zoveel mogelijk geduwd, zoveel mogelijk water gebruikt. Want ja, uiteindelijk zal Morena toch mollen. Slim gedaan. Dus dan zit er nog maar één ding op. Oh mijn god, wat gaat ze nu doen? Ik heb gelogen en normaal lieg ik echt niet. Ik ben altijd eerlijk naar iedereen.
En ik dacht, als ik ga bidden, dan heb ik weer die kracht, weet je wel, om het toch zeg maar te zeggen. Ik geloof daar dus helemaal niks van. Volgens mij lult zij alleen maar. Maar ja, nu staat het precies op camera dat ze liegt. En daarna kreeg ik dat gevoel, zeg maar, om het wel iedereen eerlijk te vertellen. Ja. Uh-oh. Sensatie! Sensatie! Maar voordat Morena de waarheid gaat vertellen, is het tijd voor het duel. We gaan kijken welk team er als allereerste naar huis wordt gestuurd. Het spel van vandaag is simpel. Jullie zien daar twee houten planken waartussen jullie je vast moeten klemmen. Het doel van het spel is om niet de grond te raken. Doe je dat wel, dan ben je af. De kandidaat die als eerst valt, zal naar huis gaan. Maar de twist van vandaag is, jullie spelen individueel. Nee! Nee. Dat kan je echt niet doen! Nee, dat kan echt niet, dat kan echt niet. Oh, wajo, wajo! Oké, dat is wel een lijpe twist. Dus het kan ook gebeuren dat er een nieuw team gaat ontstaan. Oh mijn god. 3, 2, 1. Oh shit, daar gaan we. Fuck, ik zit echt al slecht. Komt goed. Deze guy is 2 seconden begonnen. Je ziet deze guy al. Hij zit gewoon al lijp te trillen. Ja, die stomme proef begint. En dan hangt je daar. Volhoud die man, volhoud. Ik ben aan het trillen, man. Niet een beetje. Hij shakt hem echt gewoon zo. Ik kan al niet meer. Het eerste wat ik voel is mijn rug. En dat is ook hetgene wat ik blijf voelen. Faisal lijkt het al moeilijk te krijgen. Oh, ik wil eigenlijk gewoon het Ziggy en Faisal winnen, man. Het klinkt raar, maar ze zorgen wel voor sensatie. En daar houden we van. Intussen heeft Morena in het kamp genoeg moed verzameld om eindelijk toe te geven wat ze heeft gedaan. Wat gebeurt dit midden tijdens onze challenge? Poeh. Hey, wil je wel praten? Ik heb op jou gestemd. Waarom? Je hebt bepaalde opmerkingen naar mij gemaakt. Toen je in de douche stond, heb je tegen mij gezegd. Ik zou wel willen om jou te douchen. Terwijl de camera stond erbij en ik heb een relatie en ik heb best wel een jaloerse man. En ik wil niet, als ik straks thuis kom, een hele, wat ik in de gevarenzone ook thuis kom. En dat was de reden waarom ik op jou heb gestemd. Dat is duidelijk uit de vorige aflevering geknipt. Morena, ik wil wel met jou douchen. Binnenkort Morena's man komt op Harry af. Ik wou er wel eerlijk over zijn, want... En omdat ik gisteren iets tegen jou zei van je bent niemand, toch? Ja, ja, het ging eigenlijk puur om die opmerkingen. Jij bent een meisje, denk je dat ik tegen jou ga praten, überhaupt? Jij praat helemaal niks, er komt niks uit je mond. Denk je dat ik tegen jou ga praten? Ik heb geen ruzie, Morena. Wat? Dit is niet normaal. Je moet niet zomaar dingen gaan horen. Morena, jij stelt ook niks voor. Maar dat maakt niet uit, maar dat heb ik niet gezegd. Nee, maar jij stelt ook niks voor. Hij kwam letterlijk alleen voor zijn teamgenoot op. Weet je wat het is, meid? Volgens mij moet jij echt naar de dokter. Je bent een pathologische leugenaar. Ach, dankjewel. Hier in de zee maken ruzie met Sharon en Smee. Ja. En jij loopt naar Jokki toe. Jij zegt van hij gaat bestemmen dit. Daarna kom je zeggen ik heb het niet gezegd. Ja. Uiteindelijk heb je het wel gezegd. Oké. Je komt hier. Ja, ik heb niet op jullie gestemd, dit, dat. Ja. Eindstand, je hebt wel gestemd. Ja, je zeker. Je bent continu aan het liegen. Ze doet inderdaad zo schijnheilig. Ze doet alsof ze zich zo slecht voelt om het liegen. Maar ze liegt constant. En alleen maar. En nu is het opeens zo'n big deal voor haar. Omdat ze zegt dat ze niet op Team Blauw heeft gestemd. Terwijl ze ervoor inderdaad ook alleen maar heeft lopen liegen. Je bent vrij om te stemmen, hoor. Kies paars, blauw, geel, groen, goud. Maar maakt niet uit welke leuk is. Maar je zet alleen jezelf verschut erbij. Maar nee. Denk je dat ik met jou wil douchen? Even serieus, kijk naar jezelf. Denk je dat ik met jou wil douchen? Maar waarom maak je dan zo'n opmerking naar mij? Wajo! Het is hard, man! Wajo! Go, Harry! Je ziet ook echt dat Quinten die erbij zit keihard begint te lachen. Geweldig. De bom gaat weer ontploffen, mensen! Even serieus, kijk naar jezelf. Denk je dat ik met jou wil Maar waarom maak je dan zo'n opmerking naar mij? Wat heb ik tegen jou gezegd, vrienden? Denk je dat ik met jou... Even serieus, meid. Ze hebben het gefilmd, Harry. Ja, ik moet ook gaan douchen. Dus Harry, schiet even op. Haha, jongens, samen douchen, hè? Dat gaan we niet doen. Oh! Oh! Ze zit gewoon weer te liegen. Hij zegt compleet wat anders. Hij zegt letterlijk dat hij niet met haar wil douchen. Wauw. Zij kan gewoon niet anders dan liegen, lijkt het. Volgens mij is ze dus oprecht gewoon een pathologische leugenaar. Ze hebben het gefilmd, Harry. Jij bent de monster van Loch Ness, meid. Ze hebben het gefilmd, Harry. Ik wil niet met haar douchen. Jij gaat jezelf terugzien, heeft hij gezegd. Jij zet jezelf verschut voor iedereen. Ik zet mezelf niet voor schut. Helemaal niet. Ze zet zichzelf zo hard voor schut. Ja, je gaat het terugzien op film. Je zet jezelf voor schut. Eindstand, we zien precies wat er is gebeurd. En Harry heeft keihard gelijk. Dit kan toch niet? Okay. Moet je nou laten kijken. Dankjewel. Nou, jij moet gewoon leren respect te hebben voor vrouwen. Ik heb respect voor vrouwen, zeker. Dat heb je toch. Maar ik vind jou geen vrouw. Nou ja, ik vind jou ook geen man, sorry. Oké, fijn, maar dan zijn we erover uit, toch? Juist. Besef even, hè. Dit zou de verontschuldiging moeten zijn. Het is nu één grote oorlog geworden weer. Jij bent de laatste vrouw, dan zou ik nog liever naakt met hem douchen dan met jou. Ja.
Het is natuurlijk niet de eerste keer dat hij me beledigt. Maar ja, het boeit me eigenlijk niet. Hij zit lekker hier voor zichzelf. Ik zit lekker hier voor mezelf. Je ziet Quinten weer daar stuk gaan op die trap. Sorry voor jou, hè, Rico. Ja, geen probleem. Dat is wat het is. Ja, sorry. Ik ben meer een persoon die het gewoon accepteert of zo. Weet je. Ja. Het is wat het is, hè. Ja. Ik maak er niks anders van. Ik vind het zo zielig voor Rico. Morena maakt gewoon alleen maar vijanden. Rico zit de hele tijd daarachter zo van... Yep. Yep, kutzooi. Ik heb tenminste wel een paar dagen een leuke tijd hier gehad met leuke mensen, dus... Je bent nog niet weg, je praat alsof je weg. Nee, dat niet, maar... Dit klinkt zo zielig. Het is best vermoeiend om Morena te hebben als duopartner. Ik word er helemaal gek van. Maar goed, ik moet het wel doen met Morena. Dus langzamerhand begin ik wel te winnen. Ewa, respect voor Rico. Ik weet niet of ik dat had volgehouden. Maar ja, dit was de verontschuldiging van Morena. Terug naar de challenge. Oeh, je ziet hem glippen. Je ziet hem naar beneden vallen. Gaat het? Mijn hoofd op dit moment is helemaal leeg. Wat ik doe is, ik zit daar, ik sluit mijn ogen. Ik doe gewoon alsof het een soort stoeltje is, waar ik gewoon lekker op stil zit. En ik houd het echt lekker vol. Faisal heeft het moeilijk. Leek net alsof die moet kakken. Ook Timon is aan het vechten. Nee, dat mag niet, hè? Faisal raakt de grond. Dat betekent dat Faisal uit het spel ligt. Boe! En waarschijnlijk gaat Timon er ook uit. Dan hebben we nog Ziggy en Quinn. En nu ga ik naar huis, helaas, met pijn in mijn hart, oprecht. En besef even dat dit allemaal Ziggy's schuld was. Die had namelijk echt helemaal opgefokt. Op een bepaald moment hoor ik weer iemand schuiven. En besef ik ben het. Wojo! Dat too slim! Ah, oh shit, ik schuif langzaam naar beneden. Hoe zit ik hier? Hoe de fuck zit ik hier nu? Uh-oh. Kom op, Timon. Timon, denk aan mij. Hoorden jullie dat ook? Je hoort Faisal op de achtergrond zeggen. Kom op, denk aan mij. Timon, denk aan mij. Ik denk dat hij er alleen maar sneller valt. Wow, wow, wow. Nee. En ook Timon heeft de grond geraakt. Fuck. Oh mijn god, we hebben een nieuw team! Ziggy en Quinn! Oh! Ziggy, hoe is het om een nieuw team te vormen met Quinn? Nou, dat gaat wel spannend worden. Waarom? Omdat de hele groep hem haat. Naast Morena worden hun twee waarschijnlijk het meest gehaat, inderdaad. Ik ben trouwens ook erg benieuwd hoe iedereen hierop gaat reageren. Nou, wie verwacht jij dat er terugkomt? Ja, ik denk echt Ziggy en Faisal. Ik weet niet waarom, maar ik denk het echt. Ik hoop het ook, maar ik denk het ook echt. Ik heb zo'n gevoel. Ja, ik ook. Maar ik hoop het ook wel echt. Ja. Ja, klopt. Ik ook. Want als de andere jongens terugkomen, ja... Dat zou zo beledigend zijn. Oh. Hey, rip Quinn, man. Niemand wil hem terugzien. Irritant aan Quinn. Bij de hand. Theatraal. Ja, en gewoon lelijk. Ja, gewoon... Gewoon alles bij elkaar. Irritant aan Quinn. Hij is kapot lelijk. Hoe kan dat irritant zijn? Nou, we zien duidelijk ook weer wie hem het meest haat. Ik kan echt niet wachten op haar reactie. Hallo? Nee. Oh my god. Zo erg. Ik heb het idee dat de twins me echt verschrikkelijk vinden. Maar vanaf dag 1 al. Die hebben nog geen zin tegen me gezegd hier. Elke keer als ik iets tegen ze zeg, krijg ik echt een hele dode blik terug. En dat vind ik wel jammer. Jij weet hoe dat komt, bro. Je bent kapot lelijk. Volgens hun. Mijn teamgenoot komt zo. Teamgenoot, ze hebben sowieso geswitcht. Wow, scherp, heel scherp. Hij had het gelijk door gewoon. Nee toch? Sorry toch, niet Timon. Nee. Jawel, het Timon, is niet Timon. Als het maar geen Ziggy is. Oh mijn god. Ze zeggen letterlijk nog, als het maar geen Ziggy is. Nou, ze even te wachten op een verrassing. De twee personen die het meest irritant vindt, vormen nu een team. Ziggy! Nee, stel je voor. Ziggy! Twee irritante Ziggy. Ziggy! En nu kan ik wel janken. Je hoort ook gewoon de teleurstelling in iedereen zijn stem, iedereen zijn gezicht. Ze zien Ziggy aankomen en denken allemaal gewoon van, kut. Ik had juist van elke partner, had ik juist de andere gewild. Ja, ik baalde echt. Hoe kan dit ook? Precies degene die ze het meest haat komen gewoon terug. En Ziggy was nog zo van, yo, ik vind het zielig dat iedereen Quinn haat. En wat bro, volgens mij haat iedereen jou even erg. Ik kan nu lekker daar slapen, toch? Waar? Vanavond. Oh ja, dan kan je een eigen huisje. Ja. Ja, dan pak jij gewoon dat huisje. Oh, wat lief. Nou, is dat ook weer gefixt? Morena hoeft niet meer buiten te pitten. Nou, ondertussen gingen onze deelnemers dus even een soort minigame doen, waarbij ze luxe konden winnen weer. Het loser team, Harry en Jotti, hadden eindelijk even gewonnen. En toen gingen ze weer terug naar het kamp. Ik vind Ziggy echt een schatje, maar we moeten wel op hen stemmen. Zij moeten eruit. Zij zijn en sterk. Ziggy danst en zo, sterke benen. Mm-hmm.
en kunnen super slim. Die kent super veel van survival. Ik denk wel dat zij ver gaan geraken hoor. Dus we moeten hen er gewoon uitstemmen. Ja, daarom. We moeten nu hun eruit stemmen. Ik vind het wel erg, zoals die leeg. Ja, het is het spel. Ze hebben er echt net voor kunnen zorgen dat ze nog mochten blijven. En nu wil iedereen ze gelijk weer eruit hebben. Dus eigenlijk moeten zij nu gewoon immuniteit winnen. Ziggy en Quinn zijn gewoon berensterk. En als ik eerlijk ben, vinden we Quinn ook best wel irritant. Dus ja, dat is twee vliegen in één klap. Ten eerste had ik niet verwacht dat Ziggy sterk zou zijn. Ik had het nog steeds eigenlijk niet geloven. Ik geloof het eigenlijk ook gewoon niet. En ten tweede vindt iedereen Quinn gewoon kapot hinderlijk. Ook al zijn de mannen een goed team samen, ze liggen slecht in de groep. En dit knaagt vooral aan Quinn. Ontvangst was jammer. Ik ben wel blij dat er wel een aantal mensen gewoon bij mij heel blij waren dat er was. Niemand is naar mij toegekomen. Echt niet? Nee. Niemand heeft iets tegen mij gezegd. Oh, bij mij wel. Bij mij Quinten en Jotti. Rico, Morena. Hij gaat toch even invrijven hoeveel mensen er wel naar hem gingen? Ga toch precies opnoemen wie? Lekker man. Ik weet echt wel dat we niet de geliefde zijn. Maar weet je, we gaan gewoon ons best doen om gewoon lekker met iedereen te viben. Om gewoon leuk te doen. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja. En ook Morena heeft het lastig. Nu ze voelt dat ze nog maar op weinig steun kan rekenen in het kamp. Ik ben op dit moment wel alleen, ja. In de jungle. Is ook echt je eigen dikke schuld. Dat is wel heftig dit hoor, echt. Ik had het echt niet zo ontschat. Ik denk echt, oh my god, hoe dan? Het is echt wel heftig, ja. Je maakt het ook niet makkelijk voor jezelf door constant te liegen. Ruzie te maken met iedereen. Ja, wat verwacht je dan? Waar was je Morentje? Beetje lopen. Ja. Was je lopen? Ja. Ik hou gewoon niet van schijnheilige mensen. En daar heb ik liever gewoon afstand van. Ik kan dus niet geloven dat zij dit zegt, hè. Zeg maar, hoe erg leef je in je eigen wereld dat je dit nog durft te zeggen? Ik hou niet van schijnheilige mensen. Hallo, je bent het meest schijnheilig van iedereen. Het begint toch ook gewoon echt erg te worden dat ze dat zelf niet inzien? Heeft iedereen inschep? Ja, ik weet nog niks. Ik denk altijd dat ik het zelf allemaal kan. Ja, maar ja, momenten zoals nu, je kan het niet allemaal alleen. Je ziet ook echt inderdaad hoe iedereen bij elkaar zit. Zij zit alleen. Maar ja, ik snap ook dat ze haar er niet bij willen hebben. Maar ja, nogmaals, eigen schuld, dikke bult. Maar ja, dames en heren, dat was eigenlijk wel weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later.